Dat voelt of je in de zevende hemel terechtgekomen bent, hè? Dat kan niet anders, hè? Dit zijn ze dan, de zelfgebouwde locomotieven van de 75-jarige Johan Nieuwenhuis. Veilig terug in zijn schuur. Ja, ik ben er stil van. Het is onbegrijpelijk. Het voelt gewoon heel onwezenlijk. Maar dat het er weer staat, dat is... Ja. Ik kan geen grote feest bedenken. Afgelopen maandag werden de loodzware locomotieven tot hun grote schrik meegenomen door inbrekers. Ze vreesden dat hun levenswerk verloren was. 40 jaar geleden zijn we begonnen met deze kleine locomotief. Deze. En die noem je de Jannie. Daar draait alles om. De hele familie heeft daaraan meegedaan. Net als uw vrouw heet die. Dat wordt de tweede lok. Dat is een sneltreinlok. Een plaatje. Heerlijke machine. En deze, daar zit 18 jaar werk in. Johan was ontroostbaar. Maar vandaag kwam de verlossing. De locomotieven zijn teruggevonden in een weiland bij Eemnes. Tot grote opluchting van de familie Nieuwenhuis. Hoe gaat u het vieren? Dat weet ik nog niet. Lekker een kop koffie. Lekker aan de koffie. Misschien taart, ik weet niet wat mevrouw allemaal van plan is. Ze gaan naar de bakker, zei ze. Dus het wordt vanavond toch wel taart. Lekker slapen. En dan lekker slapen. Voor het eerst deze week. Ja. We hebben, ik geloof, 3-4 nachten niet kunnen slapen, hoor. Wie de locomotieven van Johan hebben meegenomen, is nog altijd een raadsel.